stroomstoring in het Sint-Jansdal ziekenhuis in Harderwijk vanochtend. Omdat ook het noodaggregaat uitviel, werden massaal hulpdiensten uit de omgeving opgetrommeld. De zorg die in Flevostaten in Emmeloord aan jongeren werd geleverd, was bij lange na niet op orde. Ook de gemeente maakte melding bij de inspectie van incidenten rondom deze instelling. En waar is toch die ontsnapte kleine kangoeroe? De politie heeft het zoeken inmiddels gestaakt, maar de eigenaar wil de wallaby graag terug. Maar ook hij weet niet waar het beest heen is gesprongen. Het is donderdag 30 december. Dit is Flevoland. Goedenavond. Een grote stroomstoring vandaag in het Sint-Jansdal ziekenhuis in Harderwijk. Het ziekenhuis waar veel Flevolanders gebruik van maken. Rond 9:30 werd door personeel alarm geslagen. De brandweer en politie rukten daarop direct met groot materieel uit. Omdat het stroomuitval betreft binnen een ziekenhuis is voor de veiligheidsregio, voor alle hulpdiensten het teken om op te schalen, om groot op te schalen. Ja, en waarom? Je weet op dat moment niet hoe lang zo'n stroomuitval gaat duren. Wat de eventuele consequenties zijn. En dan wil je gewoon niet alleen voldoende materieel en potentieel te plaatsen hebben. Maar je wilt ook alle disciplines, brandweer, politie, GOR, Liander, de bevolkingszorg, die wil je allemaal ter plaatse hebben, zodat je de coördinatie centraal met elkaar kunt afstemmen. Rond 11:15 werd de stroomlevering hervat. De verschillende afdelingen van het ziekenhuis werden in fases weer opgestart. Ja, wat er precies gebeurd is, weten we nog niet. Dat zijn we nu aan het onderzoeken. Het is wel duidelijk dat de oorzaak in ieder geval niet op het terrein van het ziekenhuis zelf heeft gelegen, maar waarschijnlijk bij Liander. Ja, heeft dat dan te maken met de verbouwing die gaande is in het ziekenhuis? Nee, dat staat er helemaal los van. Nou, stroomstoring, dan meestal springt er dan een noodaggregaat aan. Heeft die ook gewerkt? Nou, alle voorzieningen die we nodig hadden om de goede zorg te kunnen blijven doen in deze periode, die zijn gewoon, die hebben kunnen leveren en die zijn gewoon aangebleven. Ja, toch is het altijd even spannend hè, als de stroom uitvalt. Is er paniek geweest? Nee, er is geen paniek geweest. Hè. We zijn voorbereid. We hebben hier allerlei scenario's voor liggen wat we doen in dit soort gevallen. Dus nee, paniek. Maar natuurlijk zit de schrik er wel in. En wat ga je doen? Omdat niet duidelijk was hoe lang de storing ging duren, werd er rekening gehouden met het ergste scenario. Ontruiming van het complete ziekenhuis. Ja, dat weten we natuurlijk. Op het moment dat er zo'n stroomstoring is, weten we niet hoe lang dat gaat duren. Dus je houdt overal rekening mee. Dus als het binnen een half uur of een uur is opgelost, dan is er niet zoveel aan de hand. Maar op het moment dat het langer duurt, ja, dan moet je daar rekening mee houden. En die plannen moet je dan wel gaan maken. Zijn er ook werkzaamheden in het ziekenhuis stilgelegd, zoals operaties of andere dingen? Ja, er waren 4 operaties gaande en die zijn stilgelegd. Ja, zijn er mensen in gevaar geweest? Nee, zeker niet. Ook kwamen veel patiënten en bezoekers vandaag voor niets naar het ziekenhuis. Alle afspraken werden namelijk door de stroomstoring opgeschort. De wijde omgeving van het ziekenhuis was op een gegeven ogenblik afgezet hè, door de politie. Wat betekent dat dan voor patiënten die hier vanmiddag een afspraak hadden en moesten zijn? Ja, de patiënten die hier moesten zijn, die moesten zien te bereiken om te zeggen of het wel of niet doorging hun afspraken. Dus gelukkig heeft de politie ons daar goed bij kunnen helpen. Maar inderdaad hebben we heel veel patiënten moeten tegenhouden en niet in het gebouw toegelaten. Is het gevaar nu echt helemaal geweken? Nou, we hebben te horen gekregen dat de stroomvoorziening nu weer helemaal stabiel is. Dus in principe ja. Energiebedrijf Liander gaat onderzoeken wat de oorzaak is geweest van de stroomstoring. De gemeente Noord-Oostpolder heeft bij de inspectie gemeld dat cliënten van jeugdzorginstelling Flevostaten in Emmeloord overlast veroorzaakten. Gisteren kwam een kritisch rapport van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd over Flevostaten naar buiten. Het gaat om een voormalige kerk in de Meldestraat in Emmeloord, waar tot voor kort een jeugdzorginstelling van Flevostaten was gevestigd. Maar de zorg die daar werd verleend was niet op orde, bleek uit een rapport van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Ook de gemeente maakte een melding van incidenten rondom deze instelling bij de inspectie. De jeugdzorginstelling zat op een drukke plek in Emmeloord. Vlakbij een teststraat, een verzorgingshuis en schuin tegenover het Emelwerda College. De gemeente laat aan Omroep Flevoland weten dat het er al 1,5 jaar onrustig was en dat de politie meermaals langs moest komen. Jongeren die woonden in de instelling zouden zich volgens de gemeente op straat misdragen, zorgen voor geluidsoverlast en drugsdealen. Dat zorgde voor een onveilig gevoel in de buurt. De situatie in de instelling was ook niet veilig.
De deuren hingen kapot in de sponningen. In de slaapkamer zat er bloed aan de muren. En in de chillruimte stond de tv met een gat erin, waaraan je je handen gemakkelijk open kon halen. Ook hielden medewerkers jongeren te vaak stevig vast. Flevostaten zegt in een reactie dat ze al van plan waren de instelling te sluiten. En nog voordat het kritische rapport van de inspectie openbaar werd, had de instelling op deze locatie de deuren gesloten. De jongeren die woonden in de instelling zijn inmiddels overgeplaatst. Zorgwethouder Anjo Simonsen zegt dat er geen jongeren uit de Noordoostpolder bij de 24-uurszorg van Flevostaten werden behandeld. En hij hoopt dat er voor hen snel een oplossing gevonden wordt. De gemeente blijft wel zorg afnemen bij Flevostaten voor andere soorten zorg dan die waar de inspectie kritiek op had. Politieagenten van Noordoostpolder en Urk hadden het er gisteren maar druk mee. Ze waren bezig met een grote zoektocht naar een ontsnapte wallaby. Dat is een klein soort kangoeroe. Het dier wist te ontsnappen uit zijn verblijf aan het Urker dwarspad bij Urk. Dit is Wallaby Hop. Hier nog in betere tijden in zijn verblijf. Maar sinds maandag is hij de hort op. De wallaby is gisteren voor het laatst gezien in Tollebeek bij de Urkerweg. Meerdere automobilisten zagen het beestje in de berm zitten en belden de politie. Een van de wallaby spotters is Timon Corporaal uit Steenwijk. Hij reed gisteravond met zijn opa en oma langs Tollebeek. We waren met mijn opa en oma en mijn broer en mijn neef gingen we naar Urk. En toen we weer naar huis reden, reden we langs een bushalte en toen zag ik een kangoeroe. Ja, dus jij riep dat in de auto? Ja, alleen ik werd niet geloofd. Je werd niet geloofd? Nee, wat werd er precies tegen je gezegd? Van nee, dat kan niet en zo. En zei ik van ja, het is wel zo. Een dag later zagen ze in het nieuws dat Timon toch gelijk had. Want het is toch waar en hij heeft gelijk. En toen hebben wij met z'n allen Timon excuses aangeboden. Hij was toch niet gek? Hij was zeker niet gek. Nee, maar dat is hij echt niet, hoor. En ja. Hij is heel attent altijd overal in en zo. Maar dit was een beetje een heel vreemd verhaal. Na de vele meldingen zag de politie de ontsnapte wallaby, maar die zette het op een springen. Volgens David van Gennep van Stichting AAP is het belangrijk dat het dier snel gevonden wordt. Het dier loopt op dit moment absoluut gevaar. Ja, weet je, dit soort dieren die kunnen vrij makkelijk de weg opschieten. Ja, en dan uiteindelijk als een keerslachtoffer langs de kant van de weg eindigen. Dus voor het dier is dit niet ongevaarlijk wat er nu gebeurt. De wallaby is voor het laatst gezien bij Tollebeek en zou richting het bos ten noorden van het dorp zijn gegaan. Sindsdien ontbreekt elk spoor. De zoektocht naar het kleine Australische buideldiertje is gestaakt. Volgens de eigenaar van de wallaby houdt het dier zich overdag schuil. Mocht de wallaby wel gespot worden, dan gaat de zoekactie weer verder. Geadviseerd wordt om de wallaby niet zelf te vangen, maar de politie te bellen. De belangrijkste oorzaak van de woningcrisis is de geringe doorstroming van ouderen van grote naar kleinere woningen. Als deze doorstroming soepel zou verlopen, zou de woningmarkt er een stuk beter voor staan. Dat zegt een meerderheid van de gemeente in antwoord op vragen van de NOS en de regionale omroepen, waaronder Omroep Flevoland. Aan alle gemeenten is gevraagd wat zij zien als het grootste probleem op de woningmarkt. Het is hier ook een probleem. Het is een landelijk probleem en dat komt natuurlijk hier ook terecht. Het is lastig, met name voor starters en beginners op de woningmarkt, om een huis te kunnen kopen. Omdat die hebben nog niet zoveel geld en er is nu veel vraag en weinig aanbod. En dat concentreert zich allemaal op een klein stukje markt. Dat is gewoon lastig. Als ouderen het huis dat ze met hun gezin bewoonden na het uitvliegen van de kinderen gemakkelijker zouden kunnen inwisselen voor een aantrekkelijke kleine woning, zoals een appartement, komt het oude huis beschikbaar voor een nieuw gezin. Maar omdat er nauwelijks geschikte en betaalbare appartementen voorhanden zijn, gebeurt dat veel te weinig en stokt de woningmarkt, zeggen de gemeenten. Dus wat wij nu vooral aan het doen zijn, met name in het centrum, is bouwen voor die doelgroepen. Voor starters en voor ouderen. Want iedere oudere die een grote woning verlaat, schept ruimte voor een starter. Naast het meer bouwen is de gemeente Noordoostpolder ook bezig met een campagne. Om mensen bewust te maken van waar wil ik nou wonen als ik oud ben? Blijf ik dan hier in mijn huis zonder slaapkamer beneden met een smalle trap? Of ga ik toch nadenken, waar zou ik nu echt willen wonen? Waar wil ik oud worden? Want het idee dat mensen naar een verzorgingshuis gaan
Ja, dat wordt ook steeds lastiger. Dus je zult, je huis zal ook wel geschikt moeten zijn om oud te worden, om daar te kunnen blijven wonen. Dus met de campagne om mensen daar bewust van te maken. De andere kant is dat die huizen er natuurlijk wel moeten zijn. En daar zijn we dus ook hard mee bezig. Jan-Dirk Pruim is gisteren door het college van de gemeente Almere benoemd tot interim gemeentesecretaris. Hij volgt tijdelijk Richard Wielinga op. Die gaat aan de slag bij de Sociale Verzekeringsbank. Pruim werkte 19 jaar lang als griffier voor de gemeente. Hij ging in april van dit jaar met pensioen. Maar de rust bleek niet van lange duur. De huidige gemeentesecretaris vertrekt. En ik werd op een moment gebeld voor de overgangsfase naar zeg maar, de nieuwe bemensing. En of ik zin in had om daar een invulling aan te geven. Nou, dat had ik zeker. Vooral meer is het voor mij niet lang nadenken. En dus u werd gebeld? Ja, ja, zo hoort dat. Hè. Jan-Dirk Pruim nam als griffier het initiatief om de gangbare raads- en commissievergaderingen te vervangen voor de politieke markt. De gemeente gaf hem zowel de erepenning als de bonifatiusspeld voor zijn werk in de stad. Een gemeentesecretaris is de directeur van de ambtelijke organisatie. Met Pruim haalt de gemeente een secretaris binnen die de gemeente van binnen en van buiten kent. Ik ga proberen zeg maar de komende maanden van betekenis te zijn voor het college en voor de organisatie van Almere en daarmee voor Almere. In ja, toch wel weer een heel bijzonder jaar. Er komen verkiezingen, dus er zijn bestuurswisselingen. De Floriade gaat natuurlijk een rol spelen. En ik hoop dat ik nou ja, kan versnellen waar het kan en dat ik wat duwtjes kan geven waar het nodig is. Jan-Dirk Pruim verwacht medio februari te worden ingewerkt. Hoe lang zijn aanstelling zal duren is niet helemaal duidelijk. Het is mede afhankelijk van de uitkomst van de verkiezingen, de collegevorming en de ontwikkelingen die zich daar afspelen. En ja, de vraag, het nieuwe college zal ook voor zijn eigen gemeentesecretaris willen gaan zorgen. En dan moet een profiel geschreven worden, moet geworven worden. Ja. En hoe lang dat duurt, dat is nooit helemaal te voorspellen. Normaal gesproken is de ruimte van indoor speelpark Aventura in Almere Buiten gevuld met gillende en lachende kinderen. Nu is het er, vanwege de lockdown, doodstil. Voor de medewerkers vervelend, maar ook een kans om klusjes te doen die zijn blijven liggen. Een leeg parkeerterrein, lege speeltoestellen en geen gezelligheid. Voor bedrijfsleider Ruud Strikkers is het een aparte tijd. Nou, vandaag is natuurlijk midden in de kerstvakantie. Hè? De feestdagen zijn geweest, dus we moeten de kilo's er weer af. Ook de kinderen. Nou, dan kun je wel rekenen op een paar honderd kinderen. Ja, met de bijbehorende ouders natuurlijk. Ja, nu dicht vanwege de lockdown. Veel telefoontjes gehad of jullie toch niet open waren? Ja. Ja, zeker. Mensen aan de deur gehad. De eerste zondag dat we niet meer mochten. Dus ja. Ja, toch vreemd, hè? Vreemd gevoel. Heel vreemd, heel vreemd. Ja. Ondanks de serene stilte in het pand wordt er toch gewoon doorgewerkt. Ja, we hebben natuurlijk altijd genoeg te doen. Bijvoorbeeld friteuses. Die zijn toe aan een nog grondigere beurt dan dat we wekelijks doen. Daar zit ook wat technisch onderhoud aan. En nou die natuurlijk een tijdje stilstaat, hebben we daar meer tijd voor. Een vaatwasser die een grondige beurt kan gebruiken. En de nettingen aan de binnenkant van de constructie. De buitenkant is altijd heel strak en netjes bijgehouden. Maar de binnenkant, daar vallen ook nog wel eens gaatjes. Dus daar hebben we nu mooi de tijd voor om dat helemaal strak te trekken. En onze grootste vriend, de stofzuiger. Op dit moment zijn we bezig met de trampolines. Er zitten altijd wat veertjes aan de zijkanten. Die hebben altijd een beetje liefde en aandacht nodig. Dus de kapotte vervangen. Soms ligt er eentje stuk ertussen gevallen. Dan doen we even een nieuwe ertussen. En onze fantastische mooie Power Tower. Een monster noemen we het ook wel eens. En die zit natuurlijk allemaal met gespannen elastieken. Nou, er is een elastiekje die losgesprongen is door de druk van de kinderen. Of een papa die het ook heel enthousiast wil proberen. En dan kunnen die natuurlijk op dit moment vervangen. Ja, dus dat is dan wel weer een geluk bij een ongeluk, zeg maar, als het gaat om de lockdown. Ja, ja, daar krijgen we wat meer tijd voor. Volgens Ruud Strikkers staan er nog regelmatig ouders voor een dichte deur bij Aventura. Op 15 januari gaat, als de lockdown niet verlengd wordt, het indoor speelpark weer open. Dit is Dirk de Boer, een kantoormedewerker uit Noord-Holland. In de jaren 40 gaat hij naar Urk om daar te werken aan de bouw van gemaal Vissering. Hij neemt een filmcamera mee en legt het dagelijks leven in het vissersdorp vast. Het zijn unieke beelden van Urk in oorlogstijd. Jarenlang lagen de filmblikken op zolder. Nu, na 80 jaar, is de film voor het eerst te zien. We gaan verder met de historische beelden, maar niet op Urk. Naast gemaal Vissering heeft Dirk de Boer ook gemaal Buma vastgelegd. Het gemaal in Rutte, bij Lemmer. Met zijn camera filmde hij daar een uniek verschijnsel wat daarna nooit meer heeft plaatsgevonden.
Op een koude winterdag ergens eind 1940 of begin 1941 brengt Dirk de Boer met zijn camera een bezoek aan gemaal Buma. Hij legt daar een bijzonder tafereel vast. Dat is toch wel uniek te noemen dat je polderwater uit de sluis ziet stromen richting IJsselmeer. Dat het dus de polderwater hoger staat dan het IJsselmeer. Toen de dijk dwars door het IJsselmeer naar Urk en het vasteland was aangelegd, stond aan beide kanten water. Gemaal Buma moest pompen om het water uit de polder naar het IJsselmeer te krijgen. In de winter van 40-41 gebeurde iets bijzonders. Het waterpeil van het IJsselmeer werd verlaagd. Het water uit de polder hoefde niet weggepompt te worden. Zonder hulp van het gemaal stroomde het water al uit de polder. En ook de deuren van de sluis gaan open. Ja, dat is natuurlijk zo mooi, hè? Dat water wat dan zo heel mooi uitstroomt. Ja, want dat hebben we ook wel gezien, dat zowel de in- als de uitstroom fantastisch ontworpen zijn. En eerlijk gezegd vind ik dat ook bijna kunst, hoor. Als je ziet hoe mooi dat gedaan is. Ingenieurskunst noem ik het ook wel. Ja, dat zijn unieke beelden. En ja, we hebben dus in de naslagwerk gekeken. En daar blijkt dus van ongeveer een 2,5 maand te hebben geduurd dat er 17 centimeter waterverschil tussen polder en IJsselmeer zat. Ja, de polder hoger. Nou, we hebben toch weer wat geleerd vandaag over onze polder. Morgen is alweer de laatste aflevering in deze reeks. Dan zien we hoe gemaal Vissering in 1942 gereed komt. En dit was Flevoland voor vandaag. Heb je iets gemist van onze radio- of tv-uitzendingen? Dan kan je dat altijd terugkijken en luisteren via onze website omroepflevoland.nl en dan kijken onder het kopje gemist. Voor nu een fijne donderdagavond en graag tot morgen op de laatste dag van het jaar.